Ja, dames en heren, het is tijd om bekend te maken wie de grote Razer Overwatch giveaway van Gamersnet heeft gewonnen. En daarin kun je dit natuurlijk winnen. We hebben het al 10 keer laten zien. We hebben het geunboxed. We hebben zelfs deze headset, die hebben we gewoon behandeld in Gamersnet Gear. Maar het punt is, nu gaan we dit natuurlijk bekend maken wie deze 470 euro aan gaming gear gaat winnen. En dat doen we natuurlijk met het bingo rad, zoals beloofd op Gamersnet. Het bingo rad hebben we natuurlijk ook al gezien in de giveaway van de PlayStation 4 en de Xbox One. Maar nu doen we het dus voor de hele PC gear. En ja, we hebben dus 15 mensen geselecteerd van verschillende media en die gaan dus kans maken, die gaan rollen in dit rad en wie daaruit komt, die wint meteen alles. Niet ik win het muisje, ik win het toetsenbordje, ik win de headset. Nee, er is gewoon één grote winnaar en dan gaan we nu snel door met bekendmaken wie er zoal in het bingo rad terechtkomt. Natuurlijk hadden we van YouTube één kanshebber en dat is Alcomasters met een Z, want dat is cool. En van Instagram hadden we twee mensen, dat is Jelte23, Jelte de Boer, en Rick Schoonhoven, ook wel bekend als Rick zonder C. Dan hebben we natuurlijk van Twitter hadden we maar liefst drie mensen en hierin zat Bianca Samples, aka @pandachewx. Die had trouwens een fantastische tekening gemaakt en dat is ook hoe je meer kans maakt. Hè? Als je een beetje creatief doet, is altijd leuk, vinden we tof om te zien, spring je eruit, kom je erin. Bianca, die is dus nummertje 4. Nummertje 5 is Roy van der Aalst, aka @quicksilver. En dan hebben we nog van Twitter Jesse Teuns, @jesseteuns, dat is nummertje 6. Dan gaan we door met Facebook, daar waren maar liefst vier kanshebbers. Dat zijn Remco Timmerman, Tom Brouwers, Jesper Winkel en Robin van Leeuwen. En natuurlijk Gamersnet, dat zijn er natuurlijk 5. Dat zijn Camelot 2, dat is nummertje 11. 5 mensen van Gamersnet, Camelot 2. Te veel cijfertjes, het is in ieder geval zo. Cardinalis, die zit er ook in. Doe maar wat, dat is ook een kanshebber. Papa Chico en Puddingboom. Die hebben allemaal kansen. Dat zijn dus in totaal 15 mensen. Op die volgorde hebben ze de nummertjes 1 tot en met 15. En die zitten al in dit fantastische bingo-rad. Dus, without further ado. Die kan weg en we gaan draaien. En die persoon die daar nu uitrolt, trommelgeroffel, die maakt kans. Nou ja, maar kans, die wint gewoon dit alles. Jullie maken nu allemaal kans, die 15 mensen die hierin zitten. Maar let's go. Even duimen nou, hè. Wacht, welke kant moet ik hem eigenlijk opdraaien? Oké, here we go, here we go. Yeah. Het is nummertje 14. En nummertje 14, waarom gooide ik dit papiertje nou ook weer op de grond? Nummertje 14 is, dit is de andere kant. Nummertje 14 is Papa Chico. Papa Chico, je hebt dit hele pakket gewonnen. Gefeliciteerd. Het is de Razer Overwatch Black Widow, de Razer Overwatch Manowar, de Razer Overwatch Goliath Speed XL en de Razer Overwatch Death Adder Chroma. Het is fantastische PC gear. Jij krijgt het allemaal toegestuurd. En ja, mensen, mocht je het nog niet weten, volg ons. Gamersnet.nl. Mocht je nou niet gewonnen hebben, we doen zoveel meer giveaways. En dat is niet alles. We doen nog zoveel andere leuke dingen. Bijvoorbeeld het reviewen van dit soort modellen. Hier, er staat al een video review en een geschreven review van dit modelletje online. En nog zoveel andere dingen. Mocht je meer willen weten over Overwatch, er met een video review van, een review. Nog zoveel andere toffe dingen. En natuurlijk niet te vergeten, wij zijn op E3 volgende week. Dus mocht je toevallig interesse hebben in games in het algemeen, Peter en ik zitten volgende week in Los Angeles om verslag te doen van de grootste beurs van het jaar. We gaan lekker vloggen, stuur ons op pad, vraag alles over de games die daar getoond worden. Is leuk, vinden wij ook gewoon tof. Gaan we lekker op pad voor jullie, zodat jullie alles te weten kunnen komen over alle games. Oh, en trouwens, we geven ook al onze goodies van de E3 gewoon weg. Allemaal dingen, keycord, dit, postertje, dat, t-shirtje, hup, gaat ook allemaal weg. Dus ja, als je hier eigenlijk alleen maar bent om alle gratis dingen, want je geeft niks om games, dan kun je ook gewoon blijven hangen. Tot snel!